Heer minister, als we de pers mogen geloven, dan is er een tekort aan irrigatiewater op Wageningen. Hoe reageert u daarop? Er is inderdaad een tekort, laat me dat voorop stellen. Maar een tekort dusdanig. Niet dat de boeren geen water hebben. De boeren kunnen niet op zwaartekracht water inladen. Maar ze kunnen wel water onttrekken aan de irrigatieleiding om hun aanplant te redden. Dat ging ook gebeurd momenteel. En zoals u weet, twee, drie maanden geleden is er sabotage. Is de ene pomp, welke opgeleverd was vorig jaar, door sabotage is die uitgevallen. We wachten nog op onderdelen uit India om dat te repareren. Maar ondertussen was de inzaai al begonnen. En boeren die naderen nu hun oogst. Dus wij moeten nu alles op alles zetten om de boeren dan van voldoende water te voorzien. En op dit moment hebben ze voldoende water. Komende oogst is gegarandeerd. Dus wat dat betreft hoeven ze niet bang te zijn. En voor de rest, zoals je op de achtergrond ziet, zijn we bezig met een aantal maatregelen die we treffen. Noodmaatregelen waarmee we hun dat water garanderen. Kijk, we hebben goed gekeken naar hoe het relief van Wageningen eruit ziet. En hier waar we nu staan, de pompgemaal, zijn we nu bezig een lowliftpomp te installeren. Die hopen we binnen een paar dagen al in bedrijf te hebben. Aan de andere kant is het zo dat we ook voorzieningen hebben getroffen dat bij hoogwater, door die hoge waterstand er automatisch water naar binnen stroomt. Dat ging ook de restarealen zullen bereiken. Dus dat deel loopt. De lijn 8, daar is er een pompgemal, een lowliftpomp. Maar helaas is die motor heeft wat problemen, technische mankementen. Die zijn we nu bezig in een shop allemaal gerepareerd te krijgen. En dat die binnen 2-3 dagen ook in productie komt. Dus als die lowliftpomp hier in werking treedt en de lijn 8 ook die andere pomp in werking treedt. Ondertussen werken we zoals je op de achtergrond met een andere noodpomp om het water in te laten. Plus wat ik eerder zei door een hoge waterstand in de rivier. Dan hebben wij die 4000 hectare areaal, dat areaal dat er nu ingezaaid is, wel gered voor dit seizoen. Het areaal is op dit moment inderdaad niet in gevaar.